Elke woensdagmiddag krijgen zo'n 50 e-pupillen van diverse noordelijke voetbalverenigingen training op de voetbalschool van FC Groningen. De trainingen op Sportpark Corpus den Hoorn staan onder leiding van de jeugdtrainers van de FC. Oké, bal buiten, volgende. Het uiteindelijke doel is om de beste 16 spelers te selecteren. En die gaan uiteindelijk naar ons eerste jeugdteam en dat is D3. Bote Talsma traint elke woensdag de tweedejaars e-junioren. Talsma is normaal trainer van de D3 van FC Groningen, maar ook elke woensdag aanwezig op de voetbalschool. We werken in een cycli van 4 weken en daarin trainen ze 3 keer en dan spelen ze 1 keer een wedstrijd. En per cycli is dat verschillend. De ene keer gaat het over verdedigen en dan gaat het daarna weer 3 keer over aanvallen. Maar we proberen zoveel mogelijk iedereen op zijn eigen ontwikkeling te ontwikkelen. Voor welke periode doen jullie dat? Wij zijn begonnen in september en hebben wij straks in december hebben wij weer een selectiemoment. En dan trainen wij gewoon door tot mei. Ja. En het selectiemoment, wat gaat er dan gebeuren? Ja, selectiemoment, dat vindt iedereen heel spannend. Nou, dan gaan we gewoon kijken welke jongetjes blijven op de voetbalschool en welke jongetjes gaan door bij de voetbalclub, bij hun eigen club. Het is wel heel erg spannend voor de jongens. Ja, ze kijken natuurlijk uit naar of ze doorgaan. Maar de brief kan ook op de mat vallen en dat is spannend. Gedurende het seizoen zijn er dus diverse selectiemomenten. Zo blijven langzamerhand de beste 16 spelers over die volgend seizoen naar de D3 van FC Groningen gaan. Nou, er zijn nu nog ongeveer 28 jongens en dat duurt nog een aantal maanden. En uiteindelijk zullen de laatsten in april te horen krijgen of ze D3 halen of niet. Dat duurt nog ruim 4 maanden. Voor veel jongetjes wordt het dus een spannende tijd. Maar voordat ze weten of ze mogen blijven of niet, krijgen ze tijdens de training op de voetbalschool volop de gelegenheid om bij te leren. We zijn vandaag weer begonnen zelf met een vorm met paals en trappen. Dan ga ik dus kijken, de dingetjes die ik vorige week heb uitgelegd, pikken ze dat op of pikken ze dat niet op? Nou, na ongeveer 10 minuutjes dan stap ik de boer en dan geef ik weer aan van daar en daar moest ik om denken. Oh ja, dat was ook zo. En dan zie je bij sommigen, nou, dat gaat wel heel aardig. En anderen, ja, die moet ik daaraan helpen blijven herinneren. Wat natuurlijk best wel lastig is met de voetbalschool, is dat je kinderen hebt van heel veel verschillende verenigingen. We hebben de kinderen bij die 3-4 keer in de week trainen bij hun club. En kinderen die 1 à 2 keer in de week trainen. Dus wij gaan ook niet zozeer kijken van, wat is nu het niveau? Maar we vinden heel belangrijk van, welke vorderingen maakt het kind? Dus welke stapjes kan het kind allemaal nog maken? Daar kijken we heel erg naar. Voor de deelnemers aan de voetbalschool van FC Groningen is een spannende periode aangebroken. Maar over een paar weken horen ze of ze door mogen gaan op de voetbalschool en elke woensdag mogen blijven trainen op Sportpark Corpus den Hoorn. De E-junioren die op dit moment deel uitmaken van de voetbalschool hebben de afgelopen weken sowieso een hoop bijgeleerd. Kappen en schijnbewegingen en vooracties. Schijnbeweging en kappen. En de overstap. Dat is al een hele hoop. Ja. En kun je dat ook weer meenemen in jouw wedstrijd in het weekend? Ja. Waar voetbal je normaal? Groningen Boys. Dus in de stad? Ja, Wildervank. Welke positie? Mid-mid. Nou, dan heb je kappen en draaien wel nodig, hè? Ja. Deze trainer begon ooit in de jeugd van GVV Rapiditas uit Groningen. Later maakte hij daadwerkelijk de overstap naar het betaalde voetbal. Saïd Bakati speelde eerder bij Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles en FC Zwolle. En is tegenwoordig de rechtsback van het FC Emmen van trainer Joop Gal. Ik had een gesprek met Peter Jeltema als ik hier aangenomen kon worden. We hebben gesprekken gevoerd en ik kreeg vrij van Joop Gal's middags, woensdagmiddag. Ze hebben ook vaak vrij, dus het past ook in mijn plaatje naast het voetbal. Is Joop Gal ook een beetje een voorbeeld? Ja, absoluut. Ik leer ook van hem als hoe hij coacht. En doet in de partijvorm echt goed aanwezig zijn, duidelijk overkomen. En dan probeer ik ook tips mee te nemen en op te slaan. En hopelijk als ik later ergens trainer ben, dat ik dat kan meegeven aan de talenten weer. Dus aanvallen, kan je makkelijk voetballen in een grote ruimte of in een kleine ruimte? Grote ruimte, want dan kan je makkelijker. Ja, dus wat moet de verdedigers doen? De ruimte dan? Klein maken, heel goed. Het is een beetje vragenderwijs lesgeven, om het zo maar te zeggen. Wij bij de voetbalschool werken in principe met 4 rollen. Je bent aanvallen, mede-aanvallen, verdedigen en mede-verdedigen. En nou, aan de hand van die rollen stellen we allerlei vragen. Dus een beetje een vraag- en leerspel. En sommige kinderen, nou, die vinden dat fijn. Andere kinderen zijn toch nog wat bedeesd. Natuurlijk gaat het er bij de voetbalschool om jongetjes te selecteren voor de D3 van volgend seizoen. Maar daarnaast heeft de voetbalschool nog een doel. Ik denk dat het uiteindelijke doel is dat deze kinderen ten eerste hier met heel veel plezier komen. En ten tweede dus wel stapjes gaan maken als voetballetje en als mensje, wat heel belangrijk is. En als het dan profvoetballers zouden worden, zou heel mooi zijn. Maar ja,
dat zegt de toekomst, wie weet.